ben Niels en dit is Ruben. En we gaan vandaag chargepoeder van Apple reviewen. Chargepoeder, dat is de naam die komt van Shisha, alleen al omgedraaid. Het komt uit Duitsland, van Aladdin. En voor elk potje dat ze verkopen, doneren ze een deel aan het goede doel. En daarom is het dus een goed product. Het product stop je niet in de tabakskom, maar die stop je in de vaas. En de vaas wordt dan een hele rode kleur in dit geval en het geeft dus die extra smaak eraf. Ik had het niet verwacht dat het zoveel smaak afgaf, maar er zit wel echt heel erg veel smaak aan. Het potje kost €12,50. Je doet er denk ik ongeveer 4 keer mee, er zit 120 gram in. En ze zeggen dat je ongeveer 1 à 2 tot 3 eetlepels per keer erin moet doen. Volgens mij kun je de vaas ook nog gewoon bijvoorbeeld een keer in de koelkast zetten als het water niet heel erg stinkt. Maar als het nog steeds dezelfde geur heeft als het poeder, dan kun je het gewoon misschien nog wel een keer gebruiken. Want anders is het wel zonde. Het is best duur voor een potje. Je gaat wel snel doorheen, maar het geeft echt veel smaak af. Poeder zelf bijvoorbeeld, als je bijvoorbeeld het doosje opendraait en je ruikt er iets wat aan, is het poeder zelf ook wel wat chemisch en dat merk je ook wel heel erg terug. En als je het dan op een gegeven moment aanraakt bijvoorbeeld, dan zit het ook gewoon echt op je vingers en het blijft ook wel plakken en dat is dan wel vervelend. Maar ook gewoon de geur bijvoorbeeld, hè, als je het dan weer uitlaat bijvoorbeeld, dat geeft toch wel een lekkere geur af. Gewoon in de extase van al die lucht die ik in me krijg.